soldaten, dit is Luc Brouwers, speler van de maand in de Eredivisie. En in deze video bouw ik een team om hem heen en ga ik hem spelen in de spits tijdens twee potjes weekendelijk. Kijk, dit is wat voor mij FIFA leuk maakt. Ik heb letterlijk meer coins uitgegeven aan de chemistry style dan aan de kaart zelf. Het is Brouwers van Go Ahead. Zijn SBC kost 10k als je alles moet kopen, maar dat hoeft waarschijnlijk niet eens. Hij heeft een 2-ster, dat is niet best. En normaal, kan ook beter. Zijn pace, moi. Zijn schot is slecht. Zijn paas is ook niet fantastisch. Zijn dribbel is matig. Zijn verdedigende stats nou. Goede staande tackle, goede sliding. En zijn onderscheppingen zijn best prima. Hij heeft 92 stamina. En oké, hij is niet de sterkste. Maar ik ga dus vandaag een uitdaging aan. Kijken of ik nu een potje kan winnen, het liefste. En of ik dus kan scoren met Brouwers in de weekend. Want mijn tegenstanders, die zien deze kaart. En die denken dan van, oh, dit wordt een uitje. Maar nee. Ik ga met Brouwers echt gewoon proberen alles eruit te halen wat erin zit. Maar hij kan het niet in zijn eentje. Daarom bouw ik dus een team om hem heen. Natuurlijk, Guus Til, daar kom ik dadelijk nog even op terug. Maar we gaan gewoon achterin beginnen. En ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk leuke nieuwe kaarten te gebruiken. Spelers die ik vrij recent heb vrijgespeeld. Boateng wilde ik eigenlijk ook in het team krijgen, maar dat paste niet. Dus de Prince, die komt dadelijk in de tweede helft wel een keer in het team gewandeld als super sub. We gaan beginnen op doel met een speler die ik al een tijdje wilde gebruiken. En nu is het eindelijk zijn kans. Lafont, de keeper van Nantes. Zo spreek ik dat volgens mij uit. Ja, maar mijn Franse uitspraak die wordt steeds beter. Hij is 1,96 meter. En vaak is lengte het allerbelangrijkste aan keepers. Dus ik hoop dat zijn lengte gewoon bepalend is in hoe goed ik hem vind. En op zich, zijn stats zijn ook niet per se slecht. Hij heeft 86 reflexen. Gaan we door met de rechtsback, wat ook een Ligue 1 speler is. En ook een rood kaartje. Youssef Attal, bekend eigenlijk voornamelijk van FUT. Want ik heb hem zelf in het echt nog nooit gezien. Hij heeft al zoveel leuke kaartjes gehad, dat ook deze bijna niet slecht kan zijn. Want hij is snel, natuurlijk. En de 4-star skills, 5-star weak foot, een beetje Ferland Mendy vibes. Hoog normaal. En weet je, verdedigend niet fantastisch. Maar de lenigheidbalans is goed. En met een anker erop, denk ik wel dat het allemaal moet lukken. Dan hebben we hier weer een speler die ik voor de eerste keer ga proberen. Het is een Rulebreakers kaartje. Dante, met de afro. Hij is de oudste speler in de hele Franse competitie. Ik gebruikte zijn Bayern München kaart in FIFA 14. Dat waren nog tijden. En hij is terug met pace. Of tenminste, hij heeft een enorme pace upgrade gekregen. Bijna 80 is het nu. Laag hoog. Nou, dat klinkt goed. Hij heeft de lengte. Hij heeft een 4-star weak foot. Kan dus, ja, met de bal aan de voeten nog wel iets. Ja, op zich, die paas is minder. Maar zijn lenigheidbalans is dus vrij goed. Pace prima. Defending is goed. En hij heeft 92 kracht. De SBC van Dante kost wel meer dan 100k. En ik weet niet of dat een slimme keuze is. Als je hem dan wilt halen in plaats van Marquinhos of Kimpembe. Ja, hoeveel beter is hij dan? En hij is untradable natuurlijk. Maar ja, weet je, ik doe gewoon alles of bijna alles aan SBC's en objectives. Dus ik ga Dante proberen, zodat jij het niet meer hoeft te doen. We gaan verder met een speler die tegelijk uitkwam met ons Luc in de spits. Het is nog een player of the month. En de vraag is, wie van de twee slechter is? Brouwers of Le Normand? Want deze Fransman, die kan er eigenlijk heel weinig van. Geen disrespect naar hem. In het echt heeft hij goed gevoetbald. Hij heeft dus de speler van de maand verdiend in Spanje. Alleen deze kaart is nou heel erg drama. 1,87 meter. Dat is nog goed, weet je. Normaal minder. En dan krijg je 69 versnelling. Wat dan niet per se lekker is. En dan gaan je ogen toch al snel naar die lenigheid. Wat dan uitkomt op 42. Ik kan je vertellen, er zijn vrachtwagens die nog sneller draaien. 64 composure, dat is ook niet best. Reactions 75. 65 stamina, dus hij kan al niet lopen. Maar als hij dan wel gaat lopen, wordt hij ook nog snel moe. En hij heeft 74 agressie. Dus niet heel goed. Maar wel sterk en verdedigend nog een soort van oké. Ik had daar Umtiti neer kunnen zetten, maar ik wil lekker actueel zijn en Le Normand gebruiken. Net noemde ik al even Mendy. Die staat ook weer in het team. Ik heb het gevoel dat iedere video die ik maak, hij weer terugkomt. Maar hij past iedere keer in mijn creatieve hybrid. En hij is goed. 4-ster, 5-ster, hoog. Ja, al veel mee gespeeld. Weet je, moet ik echt uit gaan leggen hoe goed Mendy is? Dat weet je zelf ook wel. Dus hij staat erin. De volgende keuze is dan weer misschien wat saai. Alleen Fekir is gewoon echt een van de beste spelers die ik dit jaar heb gebruikt. En hij is vandaag mijn nummer 10 in een 4-1-2-1-2 tussen haakjes 2. Met uiteraard Brouwers in de spits. 4-ster hoog normaal. En hij kan schieten, pasen, dribbelen. Dus dit is leuk. Hij gaat misschien één upgrade pakken. Maar geen 2, dat kan niet meer. Hij kan nog een upgrade pakken mocht Betis doorgaan
in de pool. Dus laten we daarop hopen. Ze hadden wel met 4-0 verloren van Leverkusen. Dus ze zijn niet helemaal lekker in vorm. Als ik dan die score zie. Hebben we hier een plek? En kijk, Fekir en Mendy waren wat saai. Dus ik heb weer een speler nodig die nieuw is. Die ik voor de eerste keer kan gebruiken. En het is een Europees kampioen in de vorm van Marco Verratti. Normaal hoog, 4-ster. Kijk, deze kaart is net zoals Dante een SBC waarvan ik zeg van... Ik denk dat je hem beter niet kunt doen als je niet heel veel coins hebt. Maar bij mij viel hij nog prima binnen het budget. Zijn pace is het allergrootste minpunt. Want als jij 125k betaalt voor zijn SBC... en je krijgt er een speler voor terug die 68 sprintsnelheid heeft... dat is niet heel veel. Er waren kijkers van mij en die zeiden dat Verratti sneller aanvoelt... dan wat die pace doet suggereren. Dat zou te maken kunnen hebben met zijn lengte, agility, balance... en ik denk ook body type. Want zo'n kleine speler die... ja, zou dan toch een soort van snel kunnen lijken... door een paar van die stats. En zijn dribbel is geweldig. Echt net zoals dat Nkunku een perfecte pass heeft... heeft hij een perfecte dribbel. Verdedigen is gewoon goed. En een mooie fysiek upgrade ten opzichte van normaal. Dus eindelijk een keer een Verratti die wel een soort van sterk is. Dan zijn we er bijna. Hebben we even een linkje nodig om Verratti op chemistry te krijgen. En dat is uiteraard Genie Wijnaldum. Scoorde 2 keer tegen Leipzig. 4-ster, 4-ster. Hoog. En ja, natuurlijk, dit is eigenlijk gewoon normale Wijnaldum. Want hij heeft nog geen upgrades gekregen. Gaat er zeker wel eentje krijgen van de 5 uit 10 wins. Dus dat komt goed. En nog steeds allround goed. En ik denk dat hij en Verratti wel een leuk blok zijn. Samen zo op het middenveld. En trouwens, Guus Til is dan de derde middenvelder. Maar Wijnaldum blijft iets meer achter. En Til mag wat meer mee naar voren. De laatste speler is weer een Nederlander. De Lion, Memphis Depay. Hij is een centrale aanvaller bij mij. Zo speelt hij in het echt ook een beetje, hè? Tussen spits en aanvallende middenvelder in. En een valse spits heet dat een schaduwspits. Het maakt allemaal niet uit. Hij kan voetballen en rappen. Hooglaag is goed. 5-star skills. En natuurlijk altijd die 3-star weak foot. Wat hem een beetje beperkt. Zijn pace is ook niet best. Vandaag de Hunter campstyle. Dat is goed, is goed. Paas oké. Dribbel. Die lenigheidbalans ook niet zo super. Wel goede kracht. En ik heb trouwens net 6 verschillende shadow kaarten moeten kopen. Dus de coins die zijn er wel aardig doorheen gevlogen. De laatste speler is Guus Til. Waar ik 2 keer eerder mee heb gespeeld. Hij was de eerste player of the month ooit in de Eredivisie. Normaal. 3-star, 3-star. 1,86 meter. En hij mocht dus een beetje mee naar voren lopen. Vanaf het middenveld. Aangezien hij nou goed kan schieten. En zijn paas is eigenlijk ook best goed. 89 korte paas. 85 lange paas. 96 stamina. Dus ik denk wel dat hij geschikt is voor die rol. Een beetje lekker op en neer rennen de hele tijd. En balletjes af. Even aan die Dekselse Luc Brouwers. Hij gaat als rechter spits staan naast Memphis. Dus ik ben heel erg benieuwd wat hij kan gaan brengen. De bank is goed, maar ik hoop eigenlijk niet eens die jongens nodig te hebben. Ik ga letterlijk het eerste potje van deze Weekend League spelen. Het doel is weer rang 2. Eens kijken wat Brouwers ons kan brengen. Daar gaan we. En mocht je trouwens denken van waarom staat er op... Hey, hij heeft Luc de Jong. Dat vind ik nou leuk. Maar mocht je denken waarom staat er op Brouwers een shadow campstyle en geen hunter wanneer je hem in de spits speelt. Ik heb geen idee. Op linksruimte. Oké, dat was geen links, maar kijk eens. Wegwezen, jongen. Lionel Messi. Dante. Nou, jongen, gaan. Dante. Dat weet ik niet. Schiet erin, Dante. Wat doet hij? Dante, scoren. Oh, wat een soldaat is dit dan, hé? Hij beukt Messi terug naar Argentinië. En, nou, wat is dit? Wat is dit? Oh, man. Dit heeft nu al mijn avond gemaakt. Dante, de routinier in Frankrijk. En als je dan vraagt van Stijn, waarom hou je van FIFA? Hierom. Om Brouwers en om Dante die in één keer een wereldgoal maakt. Sta je dan met je Ronaldo, met je Messi? Maar nu is het de taak om deze voorsprong niet weg te geven. Sterker nog, ik wil hem uitbreiden via Luc Brouwers. Hier is die. Brouwers! Oh, nou... Goeie kans. En de onderschepping van volgens mij Varaan. En oh, wat een bal. Fekir, waar is Brouwers? Brouwers, nu. Nee, Fekir. Oh, jongen toch. Ik had kunnen schieten, maar dit was eigenlijk het moment om te scoren met Brouwers. Maar de paas die kwam te laat. Ja, het wordt heet onder de voet, maar hij gaat gewoon door. En nog steeds Brouwers. Nou, kom op. Luc Brouwers. Nee. Als ik een kans krijg met Brouwers, kan ik beter gewoon rustig schieten. Want nee. Nou, nee toch. Serieus, gast? Ik drukte geen enkele knop. En nee, ja. Achter de bal Ronaldo.
En hij, ja, schiet door het midden heen. Nee, maar ik deed dus niks, hè. Ik liep gewoon om druk te zetten. Ja, je ziet Dante ook. Maar het verhaal kan wel nu extra mooi worden als ik met Brouwers de winnende kan scoren. Ik wil dus zeggen, hij moet gewoon rustig schieten, niet te hard. We gaan wisselen. En natuurlijk, Brouwers blijft altijd staan. Maar Ljungberg komt erin in de plaats van Fekir, die een niet al te beste wedstrijd speelde. En ook het debuut van Kevin Prince-Boateng. Hij komt voor Wijnaldum. Dus ik hoop eigenlijk dat die twee nieuw leven kunnen blazen in mijn aanvallen. En als gewoon of Boateng of Ljungberg één keer zo'n heerlijke paas kan geven op Brouwers, dan is het feest. En boom, Ljungberg. Oh, wat een redding van Dudek. Jezus. Dat is ook een hero die ik veel voorbij heb zien komen uit die pakketjes. Dante, net naast of was het over, een van de twee. Diepe bal, maar daar kan eigenlijk niks uit voor. Nee, Atal, wat doe je, Atal? Ronaldo. Oh, ja, hij schiet ernaast. Niks snel. Nee, gewoon helemaal nul stress. Maar Atal had die bal misschien wel iets harder terug kunnen koppen. Dan lijkt het gedaan wat betreft de 90 minuten, maar nog een verlenging voor de boeg. En die Brouwers heeft niet zo heel veel stemmen. Nou, dus die wordt minder en minder bruikbaar, maar toch. En dan gaat Memphis. Goeie bal van Brouwers. Memphis. Nou, moet erin. Memphis de boy. 2-1 assist van Luc Brouwers, player of the month. En even genieten van dit filmpje. Kijk, de scenes. Het hele stadion ontploft. De trainer erbij. Is dat Ronald Koeman? Ja, dat is gewoon Ronald, ja. Hij werd ontslagen, maar er stond toevallig nog een vacature open bij de Wally Army. Goeie goal en die paas was gewoon op maat. Dus daar kun je heel weinig over zeggen. Messi? Nee toch? Nee, 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 nee. Er is echt geen enkele manier waarop die bal erin kan. Om de keeper heen. Prins, balla, goal! Ja! Ja, inderdaad. Minuut 120. We krijgen Freddy Ljungberg die zijn tweede goal scoort. En mogen we eventjes buigen en Prins zo bedanken. Zijn hoogheid. Wat een actie. Door de beentjes van een verdediger. En oké, het is misschien niet Brouwers die de winnende scoort. Maar wij winnen in een spectaculair duel van de Weekend League. Het is tijd voor potje 2. Gelukkig alweer één win op zak, maar we gaan nu eens zien of Brouwers ook daadwerkelijk het net kan vinden. Hij heeft een andere, ja, wel redelijke Nederlandse spits tegenover zich staan. Marco van Basten. 3 keer de Ballon d'Or gewonnen en dat had zomaar 4 of misschien wel 5 keer kunnen zijn als hij niet van die vreselijke blessures had gehad. Memphis Depay roulette en een goede redding Fekir. Mag erin. Ja, doelpunt 1-0. Beetje chaotisch, maar uiteindelijk als hij maar erin vliegt. Goeie goal van de Fransman. Oh, daar komt bijna Salah, maar opnieuw Dante van Basten. En oeh, dat is een goede pas. Nee, ja. Oké. Okay. Ik wou zeggen nee, omdat Lafon hem niet had, maar ik zei ja, omdat hij hem naschoot en ik dus toch blij was. Snap je het nog? Daar gaat Memphis Depay en Til. En nu dan Brouwers. Ja! Eindelijk Luc Brouwers, player of the month. En dat mag gevierd worden. Het doel van deze video is bereikt, maar we kunnen ook het doel bij gaan stellen naar misschien wel 2 goals met Brouwers. Dus laten we verder gaan. Atal en Wijnaldum naar Brouwers. Wat een aanname. Ja, dat is heel voor vooraan. En dan kunnen wij even wisselen. Ik ga toch weer die Boateng. Leuke speler. In plaats van Wijnaldum en dan met, dit keer Politano in plaats van Fekir. Ik probeer een beetje iedere wedstrijd wel wat anders weer te doen qua wissels. Want het is gewoon mooi voor de afwisseling en ik heb toch genoeg spelers. Nee, nee, wat gebeurt hier? Ah, kom op. Even kortsluiting in de hoofden bij mijn centrale verdedigers. En dan staat de 2-1, wordt het nog een beetje spannend. Brouwers, naar Memphis en om de keeper heen. Ja, ik wilde eigenlijk weer terug naar Brouwers, dat kun je wel begrijpen. Wel raar dat hij de keeper geen rood geeft dan, want volgens mij was dat een aardig doorgebroken speler. Vrije trap, op een mooie plek. Zal ik het dan toch nog 1 keer proberen? Ja, volgens mij heb ik het hele jaar nog geen enkele vrije trap gescoord, dus als ik deze... Oh, hij gaat wel heel erg ver naar de hoek toe daar. Kom Brouwers, boom. Nou, oh, dat was geen slechte poging. Maar Donnarumma kwam er nog aan. Geen tweede dus voor Brouwers. Maar het feit dat ik überhaupt al 1 keer met hem heb kunnen scoren, maakt me blij. Dit was potje 2. En net zoals de eerste game hebben we ook deze gewonnen. Dat betekent dat we 2-0 gaan. Terwijl we met Luc Brouwers in de spits hebben gespeeld. Wat een gek huis. Vond je deze video leuk? Dan weet ik zeker dat je deze hier ook wat vindt. Want hierin speel ik met een volledige 2-ster weakfoot aanval. Dus klik hier. Dankjewel en tot de volgende. Houdoe hè.